Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, even kijken. Loop nou gelijk mee, waarom loop je nou niet mee? Omdat jij de deur dicht doet, hè? Goedemiddag, wij komen voor Korenslag. Dank u wel. Zit u helemaal goed? Fantastisch. Doet u mee of gaat u in het publiek zitten? Nou, we gaan meedoen, hè? Waar staat je? Heerlijk. Door de deur erheen en daar vindt u de studio. Oh, fijn, daar gaan we, ja. Groot, hè, die ruim is het hier. Veel, denk ik, groter dan jezelf. Kijk, Sven. Hè? Kijk even wie daar zit, kijk eens. Oh. Ron Brandsteder. Is dat Ron Brandsteder? Natuurlijk is dat Ron. Je kent toch Ron Brandsteder wel? Natuurlijk ken ik ze, ja. We gaan even naar hem toe. We hebben ook leuk om onze keer te ontmoeten, natuurlijk. Hè. Goedemiddag. Hallo. Goedemiddag, meneer Brandsteder. Goedemiddag. Ik ben Ron Brandsteder niet. Ik zou het ook niet willen toegeven als ik u was. Nee, maar ik ben echt de Ron Brandsteder niet. Ik ben Henny Huisman. Wie? Henny Huisman. Leuk. Henny Huisman. Henny Huisman. Hoe kom jij nou toch bij Ron Brandsteder? Die dat is Henny Huisman. Ja. Sorry, excuus voor mijn vrouw. Ze zet de leesbril op. Geef het. En wat komt u doen? Wij zijn het koor. Wij komen koor. Wij zijn het koor. Wij komen zingen. Wij zijn kandidaat. We hebben de wildkaart. Ja. De wildkaart hebben we. Maar wat wilt u dan? Wat voor soort muziek zingt u dan? Nou, wij zijn het Rooms-Katholiek Gereformeerd Jongerenkoor. Beparia uit Wilnis. Jongerenkoor? Jongerenkoor, ja. Ja, want dat komt zo. Wij bestaan al ruim 40 jaar, dus ja. Ja. Je houdt het niet vol. We doen er veel aan, Beppe. Die smeert zich elke morgen in, maar ja. Oké. Reddeloze zaken, reddeloze zaken. Maar goed, hoef ik u niet te zeggen. Maar waar is de rest van het koor dan? Welke rest van het koor? Nou, een koor bestaat toch uit heel veel mensen? Oh, ons koor? Ja. Wij zijn compleet. Wij zijn het compleet. Dit is het eigenlijk. De rest van het koor, die zijn helaas, ja, dat is jammer genoeg. We zijn een keer met het hele koor naar de kerstmarkt geweest. Ja, met de kerstdagen. En dat is erg uit de hand gelopen. Er zijn er weinigen voor teruggekomen. Oh, maar wat voor soort koor was dat dan? Dat was een klootzakkenkoor. Beetje netjes. Koosakkenkoor bedoelt u? Ja, oorspronkelijk was het een koosakken, maar achteraf bleek dat het toch allemaal klootzakken waren. Dus toen heb ik het maar zo gehouden, want het is natuurlijk ook makkelijk opzoeken in het telefoonboek, niet waar? Wat gaat u doen? Wat wil u dan met z'n tweeën? Nou ja, dat zou. Nou ja, natuurlijk. Wij treden overal op, dus we kunnen het hier ook. Nee, dat kan dan helaas niet. Niet? Nee. Korenslag, allemaal koren, 40, 50, 20 en dan 2. Enorme teleurstelling. Ja. Erge teleurstelling. Jammer dat we dit zo. Dat zo moeten. Ja, dat vind ik wel een beetje veel. Zo van u moeten horen. U kan er ook niks aan doen. Nee, dat is wel een zieke. Wat zegt u? We hadden een zieke in het Korsakkenkoor. Wie is de ziek? Iemand in het Korsakkenkoor. Die zou u kunnen vervangen, natuurlijk, misschien. Oh, ja, maar daar heb ik natuurlijk niet veel. Ik ga niet een zieke vervangen, want tenminste, het ligt er. Waar woont hij? Nee, want om daar nou eens wat hebt hij? Nee, hij schiep rustig onder de wol, maar dat is gewoon dat u in plaats van hem, dus dat u dat zegt. Ik dacht dat ik een zieke moest gaan vervangen. Nee, u bedoelt dat ik dat ik in het koor. Nee, hartelijk welkom bij de grote finale van Korenslag. Vanavond gaat het om 3 koren. En u thuis kunt vanavond dus beslissen wat het allerbeste koor van Nederland gaat worden. We hebben er 3 staan. Maar en ze gaan allemaal natuurlijk op. Mag ik even onderbreken? Wij hebben nogal haast. Zouden wij eerst even snel kunnen, want we hebben nog een finale. We hebben nog meer optredens natuurlijk. We zijn zo gevraagd doordat iedereen heeft ons gezien op de televisie. Een beetje raar, iedereen heeft zijn kans. Ja, maar wij kennen de jongens niet tijd. De taxi staat te wachten, dus met de draaien naar boven. Gaat u dan maar. Wij doen even het Korsakkenkoor. Ja, nou goed. Dames en heren. Het Kalinka-koor uit de Klinkerstraat. Oké. Dames en heren, omdat de taxi al klaar staat en dat ze weinig tijd hebben. We zijn er klaar voor. Beginnen we dus. Ja, we moeten toch aankondigen? Oh. Beginnen we met dat Korsakkenkoor uit de Klinkerstraat. Ja.